op in Tom van mijn wijk door. Yeah, 024, kijk, dat is toch mijn stad. What a catch, nigga, dus heb je dat gevat. Ik geef al mijn liefde aan mijn Nijmeegse stad. Ik kom voor mijn wijk op, ik kom voor mijn wijk op. Hoe heet jullie team waar je in speelt? Oud-West. Ja, hoe staan jullie voor in de competitie? Als het goed is staan we derde en we beginnen in mei weer met wedstrijden. Wat was de spannendste wedstrijd die jullie gespeeld hebben? Eerste wedstrijd, omdat het eigenlijk de eerste keer voor ons was. En we hebben wel één keer gewonnen, maar het was wel een beetje spannend omdat we tegen kleine kinderen moesten. En we dachten dat het makkelijk was, maar was het eigenlijk niet. Dus een gewaagde tegenstander? Ja. Tolhuis. Wat? Ja, omdat we toen gelijk hadden gespeeld en Tolhuis was best een goed team. Heb je ook andere meiden van andere teams leren kennen door de buurtbattle? Ja, bijna iedereen kent elkaar al, want ze wonen allemaal in Nijmegen. Dus sommige mensen kennen elkaar al voor buurtbattle eigenlijk. Trainen jullie vaak? Ja, elke dinsdag en soms extra vrijdag. En dan trainen we hier buiten. Iedere dinsdag, dat het heel gezellig is, doen we een warming-up. En dan op het einde partijtje, als we klaar zijn, hebben we gewoon sportief gedrag. Dat we dan zeggen goed gespeeld en zo. Wie traint jullie? Hassan, die man. Die links, met dat grijs shirt aan? Rico en Elena. Waar trainen jullie vooral op? Wat het belangrijkste is om te trainen? We trainen op aannames en teamwork, dat je niet alleen gaat spelen. Want dat gebeurt soms op schieten, aanname. Ja. Ja, niet specifiek op iets. Alleen gewoon meer op het lol hebben, het samen zijn en dat energie even uit de kinderen gaan. Gaat de training ook door wanneer de buurtbattles afgelopen? Ja, de training gaat zeker door. Want het gaat niet specifiek alleen puur om de buurtbattle. Dus het gaat gewoon door. Kan iedereen meedoen met het voetballen? Ja, het voetbal is alleen voor dames. Welke buurtbijdrage hebben jullie gedaan? We zijn in de Wolfskel, de Boerenlandjes, de speeltuin, zijn we de baas gaan helpen. Dus moesten we klusjes doen. We moesten, want het is bijna Pasen, dus moesten we een zakje vullen met chocoladepaashaas en paaseitjes. En we moesten de grond, alle troep op de grond opruimen en we moesten met kleine kinderen spelen. Hoe zijn jullie erop gekomen om dat te doen, die buurtbijdrage? Dat was een paar kinderen's idee, dat we een speeltuin konden schoonmaken. Ja, omdat de beheerder dat altijd zelf moet doen en dat vonden we niet zo fijn. Dus hij stond er altijd met de troep en toen dacht iemand zo van, we helpen hem een beetje. Vonden jullie dat leuk om te doen? Ja. Wat vind je belangrijk aan de buurtbijdrage? Dat we echt goede voorbeeld geven aan de mensen, dat we betere punten krijgen voor de wedstrijden.